Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het echt wel even heel speciaal. Want vandaag gaan wij namelijk reageren op mezelf. Reageren op mezelf, jongens. Dat is eigenlijk best wel interessant. Want ik wil wel een beetje zien hoe ik er vroeger uitzag. Ik heb er heel lang niet meer naar gekeken. Ja, één keertje nog, maar dat zal wel weer even weg. Laten we gewoon lekker op mezelf gaan reageren. Ik zou zeggen, like naar beneden natuurlijk hier beneden. Als je bij de Game Squad wil horen. En dan zeg ik, laten we gaan beginnen met de reageren op mezelf. Let's go! Goed dan jongens, we zitten nu bij mezelf te reageren bijna. Laten we gewoon een paar video's afgaan. Jullie zien hier al mijn gezicht, dus daarom zet ik snel mijn muisje nog voor. Laten we gewoon gaan beginnen met de Ik Start Een YouTube kanaal. Hallo iedereen, mijn naam is Jess. Oké, maar jongens, kijk eens. Dit was in 1 november 2017. En ik zie er echt nu al jong uit. Kijk naar mij nu, kijk naar mij en kijk naar hem. Naar mij ook dan. Oké, laten we verder gaan. Welkom bij een nieuwe video. Dit is een nieuw YouTube kanaal. Een nieuwe video, welkom bij mijn eerste video had ik moeten zeggen. Een nieuwe video bedoelen ze meer mee dat het de tweede of de verdere video is. Maar laten we doorgaan. Nou, ik ben pas begonnen. Ik hoop dat ik... Pas begonnen, dus net 1 seconde geleden ben je begonnen. 7 seconden dan. Ja, dat het goed gaat lopen met mijn YouTube kanaal. Ik ga veel video's proberen te plaatsen. Nou, dat was mijn video. En ik ga nog een beetje oefenen en zo. Inderdaad, ik heb heel veel geoefend al hoor, de laatste tijd. Echt waar. Ik heb deze video is ook al een van de beste bekeken video's ooit. Oh nee. Moet je allemaal dingen erop moeten zetten. Maar dat komt allemaal wel goed. Nou... Dit was dus het, dit was weer een nieuw begin van mijn YouTube kanaal. Houdoe! Hallo! God damn, dat was mijn eerste knip. Hoeveel YouTubers doen nou een knip in hun eerste video? Ik bedoel, ja, dat. Nou, laten we verder gaan naar de volgende. Laten we Slitterio even gaan bekijken. Hallo jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Slitterio doen. We gaan vandaag voor het eerst Slitterio doen in deze... Ja dat klopt. Van let op wat ik sta aan het begin. Weer en eerst, let op. Hallo jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Slitterio doen. Weer? We gaan vandaag voor het eerst Slitterio doen in deze... Oké, dan gaan we door. Ik ben best goed in Slitterio. Ja, we gaan nu eens... Waar word ik heel groot? Dan gaan we daar even naar kijken. Oh, hier word ik groot denk ik. Ja, hier ben ik überhaupt heel groot. Hoppatee, zo doen we dat killen. Zo doen we dat killen, inderdaad. We zijn wel groter gelukkig. Nou, we doen het wel lekker goed. We zijn echt heel lekker bezig. Zo. We zijn nu ongeveer 1 minuut bezig. Bijna 2 minuten. We gaan lekker bezig. Inderdaad. We zijn lekker bezig. Ik doe echt moeite voor dat kleine dingetje. Ook aan. Die kleine slang. Ja, oké. Okay. Dan gaan we hem pakken. Hoe ga ik dood? Nu gaan we een hele grote zoeken, oké? Nu gaan we een hele grote zoeken. Ja, nou die kant. En dan kan hij niet meer terug. Kan hij niet meer terug? Oké jongens, luister. Ik begon net met YouTube. Dus ja, ik was een beginner. Ja. In deze kant op, kijk. Hoppatee, mooie, mooie. Yeah. Oeh. Oeh, oh, dat was hij ook. Ah, jammer. Jammer. Bijna. Oké, laten we gewoon naar de volgende gaan, want anders duurt het te lang. Laten we naar de één vraag van mijn YouTube kanaal. Ik ben Jesse. Jongens, ik heb, dit herinner ik me allemaal nog wel. Game video's en reageren op video's, dat doe ik het meeste. Laten we kijken, volgens mij heb ik reageren op video's niet tussen gedaan, maar dat maakt niet uit. Hallo allemaal, ik ben Jesse en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over iets heel speciaals. Vandaag gaan we het hebben over waar ik nou de meeste YouTube video's over moet maken. Ik heb een paar aantal keuzes. En Mijn Siri ging volgens mij af. Wacht, was dat echt zo? Daar mogen jullie... Oh nee. Ik negeerde het ook gewoon, kijk. Ik moest erom lachen. Video's. Moet ik daar de meeste van uploaden? Moet ik de meeste uploaden? Gamevideo's doe ik al. Van challenges. Of challenges heb ik nog niet echt geüpload. Video's over gewoon top 10. Of wil je dat ik video's doe met iemand anders? Of wil je... Met iemand anders doe ik ook wel top 10 heb ik privé. Ja, dat is eigenlijk de keuze waar jullie uit kunnen kiezen. Dus...
top. Oké. Okay. Ik heb ook gewoon de reacties uitgeschakeld onder die video, dus dat was echt heel dom. Laten we naar de eerste intro gaan. Deze intro was zo slecht. Deze intro was echt niet goed. Wat hebben de comments gezegd trouwens? Lucid Jer, dikkere intro dan dik. Ja, maar dat was natuurlijk sarcastisch, maar dat is heel aardig. En ik zo, jongens, Jesse the Gamer gaat beginnen. Dat was op mijn andere account. Oh man, toen wist ik nog niet. Oh, oké. Okay. Laten we de boom beklimmen video doen. Hier was ik... Wacht, die intro. Dit was trouwens samen met een Imke. Iemand uit mijn klas. Dat is de eerste keer dat ze met mij ging afspreken volgens mij. Of de tweede, ik weet het niet meer. Het was al een tijdje geleden, maar laten we gewoon gaan kijken. De intro skippen we. Trouwens, het geluid staat hier heel zacht. Dus, ik zal ondertiteling proberen te plaatsen. Meisjes, welkom weer een nieuwe video. Mijn naam is Jesse. Er staat weer een nieuwe video vandaag voor jullie klaar. Die staat niet... Ja, dat is eigenlijk wel waar. Laat maar. Ik ga vandaag tot de top proberen te klimmen van deze boom. Het lijkt makkelijk, maar als je het zelf doet, dan is het best moeilijk. Dus we gaan het gewoon lekker proberen. Succes! Let's go! Oh, ik schrok meteen al van haar stem. Wat dit? Opeens, ik voelde gewoon alsof er een kakkerlak in mijn oor liep ofzo. Ik ga zo de top halen. Oh, dit was echt de skeerste ooit. Dit was echt gewoon zo'n skeer, maar het was wel heel grappig. Ik had er wel plezier aan. Maar die boom staat er volgens mij niet meer. Zal ik gaan kijken? Ik zal eerlijk zijn. Hij staat er nog wel, alleen hij is niet meer goed te beklimmen volgens mij. Kijk, ik heb hoogtevrees, dus ik weet niet waarom ik het... Nou, niet echt hoogtevrees, maar ik heb het een beetje, dus... Ja, waarom zou ik het hebben gedaan? Omdat ik kijkers wou. Nee, grap, ik deed het ook voor de lol, hoor. Ik heb nog een stukje in verder, denk ik. Oh, sorry. Ja, hij zit op de top, hoor. Wacht even. Ja. Ik zit, Oh, wacht. Wat doe ik? Daar zit hij. Het hoesje van mijn telefoon zat er ook gewoon voor. Dat was echt gewoon, ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, en nu naar Ben? Ja. En nu naar Ben? Ja. Oké, ja, ik ga nu hangen en ik ga naar beneden. Oh, dit is zo erg, hè. Dit is zo kut. Weet je hoe kut het is? Dit is erg, dit is niet leuk. Ik zei ook echt zo van, dit is erg, dit is niet leuk. Ja, dat allemaal. Ik ben zo hoog van de grond, ik moet gaan vallen, oké? Okay? Ik ben zo hoog van de grond, ik moet gaan vallen, oh, mijn st... Weet je wat? YOLO. YOLO, ROLO, Imke moest ook lachen. Oh yes! Oh. Gast, dit is gelukt! Ja, jongens en meisjes, dat was de... Ben je nog bezig? Ja. Oké, ik was gelukkig, ik wacht zo even bang dat hij niet meer bezig was. Oké, jongens en meisjes, dat was de video. Like en abonneren, dat zou vast op zijn plaats staan. Abonneer ook alvast op het YouTube kanaal E-Games. E-Games Games. E-Games Games. Dat was de video weer. Nou, tot de volgende keer. Doei! Goed dan, ja, dat... Ja. Laten we nou nog even naar mijn andere intro gaan. Dat was iets beter, maar niet goed. Slechte kwaliteit, ik zweer het je. En mijn naam stond er niet eens helemaal op. Wat de... Laten we nog even één video gaan doen. Iets nieuwer, maar nog steeds oud. Deze is ook nog best wel oud. Want dan kan ik jullie misschien weer opvoeren. Oh. Yo jongens en meisjes, welkom bij de gloednieuwe video. Kijk eventjes naar mijn muis, klik hierop.
één goed nieuws en twee het slechte nieuws. Laten we maar gewoon met het slechte nieuws gaan beginnen. Kijk, en dan beginnen we natuurlijk met het slechte nieuws. Ook echt heel goed. En dat is ook letterlijk het ergste, maar hey. Want dan kan ik jullie misschien weer opvrolijken aan het einde van de video met het goede nieuws. Nou, het slechte nieuws is dat ik op mijn iPad niet meer gamevideo's kan opnemen. Omdat mijn stem, als ik praat in de video, dan hoor je mijn stem dus niet meer. Dus dat heeft helaas geen nut meer. Nee, dat was echt heel lang. Hoorde je gewoon mijn stem niet meer als ik wifi aan het opnemen was. Dat lagde, dus toen moest ik no wifi games gaan doen. Dat was echt heel irritant. Maar dat was op zich wel een leuk idee eigenlijk. Maar hey, nu heb ik een pc jongens, kijk eens. En hier heb ik gewoon mijn cam. Dus ik kan gewoon weer uploaden. En ik ga gewoon door. Maar misschien op mijn ik kan het misschien nog wel fixen, maar dat gaat voorlopig nog even duren. Dus ik moet even op mijn telefoon spellen zoeken die niet glitchen zonder wifi te maken hebben. Maar ik hoop dat het allemaal nog goed komt, dat ik leuke Rules of Survival kan uploaden, weet je wel, dat soort dingen. Maar ja, dat wordt allemaal wel gefixt. Misschien weten jullie het op te lossen, maar ik weet het dus niet. Ik wist het dus niet meer. Ik was een beetje gestrest, maar dat heb ik elke dag wel. Elke dag op mijn YouTube-kanaal heb ik weer een probleem. Mijn kwaliteit is slecht, mijn stem doet het niet, mijn facecam is weg. Ik kan niet vinden waar ik plaatjes moet toevoegen. Allemaal dat. En elke dag komt het gewoon weer goed, jongens. Dus geef het niet op, gewoon door blijven gaan. Dan kom je er echt wel. Goed, en nu het goede nieuws. En dat is ook wel wat leuker nieuws dan normaal. We hebben al gezegd over die PS4 giveaway. Nou, ja, ik wou een PS4 giveaway doen, maar dat is hem niet geworden, want die kans was veel te klein. Ik zal je zeggen, we weten waarschijnlijk niet dat de PS4 wordt weggegeven. Maar dat maakt niet uit, want we hebben wel wat anders heel leuks. Het andere hele... Dus ik had nog een slecht nieuws. Mijn PS4 werd niet weggegeven. Het leuke nieuwtje is echt... Eigenlijk, dit is nou eigenlijk het echte goede nieuws. Ah. Als ik letterlijk 10 likes op deze video haal en ik ga deze video niet verwijderen, omdat ik even die PS4, ja, dat is iets te duur, dat mocht ook niet, weet je wel dat. Dus die ga ik niet weggeven, dat mag ook niet. Dus, maar we gaan wel wat anders leuks doen. Als ik 10 likes haal, ga ik sowieso 2 uur live. 2 uur live! Oké, ja, als je maar 5 subs hebt, dan is het goed, maar als je... Ik ga nu elke dag bijna 2 uur live, sowieso elke week. Dan zeg ik gewoon tegen mijn ouders, privé, dan ga ik sowieso leuke spellen doen. Alleen het hele jammere is... Nog slecht dat nieuws. Ik dan, ja, dat ik dan geen leuke... Dat ik geen... ja, dat weet ik niet. Maar dat ik niet... dat ik niet mijn stem of zo in mijn video kan laten horen. Tenzij ik no wifi games doe. En ja, nog een heel klein nieuwtje. Misschien krijg ik wel een facecam. Maar misschien krijg je wel een facecam. Maar weet je wie die al heeft nu? Dat was natuurlijk, maar nu heb ik hem. Inderdaad. Als ik mezelf zo vroeger bekijk, dat is dan eigenlijk best wel anders, jongens. Nou ja, dit was het eigenlijk wel. Nou jongens, dit was eigenlijk wel reageren op mijn oude video's. Ja, hier begint het weer nieuw. Kijk. Oké, nou jongens, vonden jullie dit nou een hele leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Like naar beneden hier. En dan zal ik zeggen, adios. Als er meer moet komen, dan liken we. Laten we proberen de 10 likes aan te tikken. Dat is wel leuk. Dan gaan we nog. Dan gaan we... Ja, dat kan niet. Maar dan gaan we... Ja, dat is gewoon heel nice. Laten we gaan voor de 10 likes. Hey, like naar beneden en adios.